Ja, het zijn tropische temperaturen buiten en boven die 30 graden, dat is flink puffen geblazen. Maar er zijn momenten in het leven waarop het niet heet genoeg kan zijn. En daarom hebben we deze week aandacht voor Flevolanders die die hitte juist gebruiken. Vandaag Henke Leegwater. Warme lucht zorgt ervoor dat hij langer kan blijven zweven. Letterlijk, want hij is van Zweefvliegclub Noordoostpolder en zweeft dus regelmatig in de lucht. Goedemiddag Henk. Goedemiddag. Ja, wat is het langst dat jij ooit in de lucht hebt gezweefd? Nou, ik denk een uurtje of 6, 7. Dat was 2 jaar geleden. Hebben jullie ook verslag gedaan van de Euroglide-wedstrijd. Dat was een tour door heel Europa. Vanuit Nederland, door Duitsland, Polen, Tsjechië en Zuid-Duitsland en weer terug. Maar er zijn ook mensen die wel 10 of 12 uur vliegen. Ja, je maakt bij het zweefvliegen gebruik van thermiek. Dan maak je gebruik van opstijgende warme lucht. Is dat ook waar vogels dan gebruik van maken? Ja, heel goed. Daar kijken wij ook wel naar. Als je vogels ziet cirkelen in de lucht. Die zijn natuurlijk heel optimaal bezig. Hoeven ze hun vleugels niet te gebruiken. Die gebruiken dan inderdaad ook de opstijgende lucht. En ja, wij hebben wel vleugels, maar die zijn vast. Dus wij kunnen alleen maar in de thermiek omhoog, tenzij we een motortje aan boord hebben. En dat komt tegenwoordig ook steeds vaker voor, een hulpmotortje. Nou hebben jullie warme lucht, die gebruiken jullie om heel hoog te komen. Het is echt heel warm nu. Komen jullie dan ook heel hoog? Of is dit misschien weer net even wat te warm? Ja, eigenlijk is het toch wel te warm. Kijk, wat wij het liefst hebben, is het weer waar je van die mooie cumuluswolken, die bloemkoolachtige wolken, ziet. Dat komt omdat als lucht omhoog gaat, dan koelt die langzaam af en dan condenseert het vocht. En dan krijg je een mooie wolk. Dus onder die wolk zit vaak stijgen, zoals het heette, een thermiek wel. En het mooie ook is dat je dan vliegt, dat je niet altijd in de zon zit, maar dat je ook een beetje in de schaduw ziet. En ja, met de huidige weersomstandigheden heb je dan, zoals het dan heet, droge thermiek. Dus dan heb je geen aanwijzingen. Je vliegt altijd in de zon. En ook is de thermiek niet altijd even goed als het wat minder warm is. Ja, wat voor risico's kleven er nou aan zweefvliegen? Nou, veiligheid staat bij ons nummer 1. Alhoewel we natuurlijk de laatste paar weken wel geconfronteerd zijn met verschrikkelijk ernstige ongelukken. Ja, in het verkeer gebeurt dat ook. Daar wordt ook onderzoek naar gedaan. Nogmaals, veiligheid staat nummer 1, maar we moeten ons bewust zijn, dat zijn we ook, van de risico's. We worden ook heel degelijk en goed opgeleid. Mm-hmm. We moeten ook examen doen. Het is wat dat betreft heel goed gereglementeerd, ja, maar ook in Europees verband. Ja, wat zijn dan de risico's? Ja, net zoals in het verkeer. Je kunt tegen elkaar botsen. Maar daar hebben we gelukkig zeg maar anti-collision systeem, dus een anti-botsingsradar aan boord. Dus we kunnen ook als we kijken natuurlijk altijd heel goed uit, maar soms is een wit vliegtuig tegen de witte wolk wat moeilijker zichtbaar. Dan hebben we dus een systeem voor om op een schermpje te zien. En niet alleen dat je het ziet, je wordt ook nog gewaarschuwd met een harde piep en een indicatie waar het vliegtuig waar je in de buurt bent zich bevindt. Mm-hmm. Nou, vroeg ik me af, hè, als die warme lucht nou even op is, want je maakt dus gebruik van een soort luchtbellen, ga je dan in één keer naar beneden? Nou, in één keer. Het vliegtuig daalt, afhankelijk van het type vliegtuig, dus van zeg maar een halve meter tot een meter per seconde. Dus ja, je daalt wel. Je kunt een beetje vergelijken met elektrisch rijden. Hè. Zo nu dan moet een elektrische auto ook aan de laadpaal. En wij gaan dan in een thermiekbel rondcirkelen om weer omhoog te gaan. En zo weer hoogte op te bouwen. En hoe is dat nou? Met die hoogte kunnen we dan weer verder vliegen. En hoe is dat nou om zo hoog boven de aarde te vliegen? Het lijkt me geweldig, maar ik heb persoonlijk hoogtevrees. Is dat dan wel te doen ook of niet? Ja, het aparte is dat wij ook vliegers hoor met hoogtevrees. Wat ik begrijp is, zodra je geen contact meer hebt op de grond, dus niet op een laddertje staat of op een stoel, maar gewoon los van de grond bent, dat ook de mensen met hoogtevrees daar helemaal geen last meer van hebben. Dus dat valt mee. En ja, het is natuurlijk fantastisch het in de lucht vliegen. Je bent met helemaal los van de aarde. Je vergeet alles. Je voelt je één met de natuur. En lange vluchten kunnen mooi zijn. Maar ik heb ook hele goede herinneringen aan vluchten aan het eind van de avond, als het thermiek op is. Dat je dan misschien maar een minuut of 7 vliegt. En dan is het zo'n serene rust bovenin.
Ja, dat is fantastisch. Ja, want jullie worden aangetrokken, hè? Dan over de grond. Ja. En dan stijgen jullie op, net zoals met een vlieger. Zoals een vlieger dat doet. Dan is het natuurlijk de bedoeling dat je zo lang mogelijk in de lucht blijft. Je hoort geen motor natuurlijk van het vliegtuigje. Want die heeft het niet, dat heeft het vliegtuigje niet. Kun je wel een raampje open doen, bijvoorbeeld? Ja, zeker. We hebben inderdaad ventilatiemogelijkheden. Er is een klein schuifje aan de zijkant. Maar we hebben ook net zoals in een auto je ventilatieroostertje hebt, hebben wij dat ook. Ja hoor, dat klopt. Ja. Nee, maar niet dat je eruit kan vallen. Zo ver kan het niet. Nee hoor, we zitten met hele stevige gordels zitten wij vast in het vliegtuig. En dat checken we ook elke keer. Dat hoort ook bij de cockpit check voordat we gaan vliegen. Je had het er al over dat het een behoorlijk goede opleiding is. Maar kan iedereen het doen? Ja. Want normaal gesproken voor piloot bijvoorbeeld zijn hele strenge eisen. Zweefvliegen, kan iedereen dat leren? Ja, dat toch wel. Net zoals iedereen auto kan leren rijden, kan iedereen ook zweefvliegen leren. Oké. Okay. Nou, we zijn een heel stuk wijzer geworden over zweefvliegen. Daar heb je in ieder geval warmte voor nodig, maar ook weer niet te veel, want anders komt het niet goed. Henk Leegwater van Zweef. Nou, misschien toch wel even aardig, want je noemde net even die kabel waar we mee omhoog gaan. En het is wel even goed om te vermelden dat zweefvliegen is toch een teamsport. We kunnen niet alleen omhoog. We hebben dus inderdaad een lier nodig. Dat is die waar die lange kabel aan hangt, waar je dat aan had. Er moet iemand op de vleugel vasthouden. Er moet iemand licht geven naar de lier toe om te signaleren. Dus een hele teamsport. En bij deze hitte heb ik toch wel veel waardering voor de mensen die bij ons op de lier zitten. Want die staat meestal in de luwte en daar is dan inderdaad bloed en bloed heet. Ja, nou, we hebben dan nu wel een party tent staan om het wat op probleem op te lossen. Maar dat is kan pittig zijn. Ja. Nou, bij deze dan de veer aan de mensen die op de grond achterblijven. Heel erg bedankt, Henk. Heel goed, dankjewel. Henk Leegwater van Zweefclub Noordoostpolder.